Audio Jungle. Audio Jungle. Nieuws. Grote ruzie tussen Reinoud en Toro Rosso. In de laatste paar Grand Prix werd Toro Rosso meermaals geplaagd door motorische problemen, met veel uitvalbeurten ten gevolg. Ook in de eerste vrije trainingen voor de race in Brazilië viel de betrouwbaarheid weer erg tegen. Als gevolg daarvan hebben zowel Pierre Gasly als Brandon Hartley ritstraffen moeten incasseren, wegens het vervangen van meer motoronderdelen dan per seizoen toegestaan. Ook Maxima Verstappen's teamgenoot Daniel Ricciardo, die eveneens met Renault motoren rijdt voor Red Bull, moet 10 plekken terug op de startopstelling. Toeval. Renault-fabriekste Amba Cyril Abitbol heeft daarover gezegd: "We maken ons wel wat zorgen over de manier waarop Toro Rosso onze krachtbron gebruikt. Dit soort dingen zijn geen toeval." Die opmerking schoot bij Toro Rosso Thean Bas Frans Tost in het verkeerde keelgat. De Oostenrijker liet in een verklaring duidelijk merken dat het team helemaal niets aan de toepassing van de motor heeft veranderd dit seizoen, afgezien van de mate van koeling. Volgens het Britse skisport gaf Tost zelfs aan dat hij twijfelt aan de integriteit van Renault als autofabrikant. Abitbol reageerde daar op zijn beurt juist furieus op en zou volgens Ski de motorlevering door Renault willen laten intrekken. Prijsgeld. Het feit dat beide teams, samen met Haas F1, nog volop vechten om de zesde plek in het constructeurskampioenschap, is veelzeggend. Het verschil tussen de zesde plek en de achtste bedraagt in prijzengeld namelijk maar liefst $6,5 miljoen, aldus motorsport.com. Bovendien werd enkele maanden geleden bekend dat Toro Rosso in 2018 met Honda motoren zou rijden. McLaren verruilt het Japanse merk namelijk voor de Renault motor die al die tot eind dit jaar voor het juniorteam van Red Bull is.